We gaan weer beginnen met een nieuw seizoen van Frits. En in deze eerste aflevering doe ik dat met PvdA-prominent en oud-minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Hij schreef een boek over de eurocrisis. Schrijver en journalist Martijn van der Kooi is hier. Hij schreef maar liefst 2 nieuwe boeken. En zanger Remco Harms. Hij ging solo na zijn vertrek uit LA The Voices. En heeft zijn eerste single uitgebracht. En die gaat hij laten horen. Blijf kijken dus, want u kijkt naar Frits. Dag dames en heren, welkom bij de eerste uitzending van alweer het 12e seizoen van de liefste talkshow van Nederland. De komende weken gaan we het weer hebben over politiek, ondernemen, kunst en cultuur, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Een duet met Barbara Streisand, de musicals Rembrandt en Les Misérables en het programma Op zoek naar Joseph. Mijn eerste gast timmert al heel wat jaartjes aan de weg en u kent hem vast nog hiervan. Voor zolang als ik leef. Er lijkt de weg soms eindeloos en is het einde niet in zicht. Wordt dan niet te hopeloos, maar loopt dan altijd naar het licht. Ja, Remco Harms, welkom. Dank je. Dit waren LA The Voices. Ja. Loop dan altijd naar het licht. Ja. Dat heb je gedaan, hè? Ja, ja. Zeker. En daarvoor moest je wel uit LA The Voices stappen? Ja, ik vond 2,5 jaar geleden dat het tijd was. Ja. En heel veel leuke andere dingen kunnen doen. Ja. En nou weer Nederlandse muziek, ja. Wat ik ook heel leuk vind. Is solo niet heel alleen als je eerst in zo'n groep hebt gezeten? Ja, zeker. Ja, hoe is dat dan? Nou, dat is sowieso heel alleen. En je moet dan met mensen gaan samenwerken die je vertrouwt. En ik heb toen mijn agenten leren kennen. In de periode net voordat ik daarmee wilde stoppen. En het is ook een ding, hè, als iets succesvol is. En we stonden in een grote dinnershow in Aalsmeer. Dat liep gewoon en je kiest ervoor om je eigen pad te gaan. Ja. Dan is dat heel gek, want dat snapt niemand. Nee, en ook heel spannend. Ook heel spannend, maar ik heb altijd wel naar mezelf geluisterd. Ja. En, dus geen spijt van, hoor ik al. Nee. Nee, nee, want zij zijn zelf gewoon doorgegaan en ik wilde gewoon andere dingen doen. Nou, en dat kan dan soms beter alleen. Ja. Hij werkte bijna 20 jaar in de media en politiek. Vorig jaar verscheen zijn debuutroman. En deze maand bracht hij nog eens 2 boeken uit. Martijn van der Kooi, welkom. Ja, dankjewel. 2 boeken in 1 maand uitbrengen, hoezo dat? Nou, mensen denken altijd dat schrijvers gewoon maar een beetje van het leven genieten, in café zitten en dat soort dingen, maar... Ondertussen wordt er heel hard ook. Maar ondertussen wordt er echt heel hard gewerkt. Ja. En ik heb na die vorige roman die ik uitbracht, heb ik aan deze 2 boeken gewoon echt als een speer al mijn tijd besteed. Maar heb je dat ook echt tegelijkertijd gedaan dan? Eén boek is echt helemaal nieuw. Ja. Dus het Nederlandse. Mijn moeder wil je graag ontmoeten. Het andere boek. De verhalen had ik in het Nederlands, die zijn naar het Engels vertaald. Ja. En daar heb ik een nieuwe inleiding bij en gedaan. En een beetje aangevuld. Aangevuld, geactualiseerd. Dus, heel goed. Nou, gaan we het zo werken. Natuurlijk uitgebreid over hebben. En mijn derde gast, die wordt wel gezien als de redder van de eurozone. En daaraan heeft hij ook zijn bijnaam Mr. Euro te danken. Hij was 5 jaar onze minister van Financiën en ook voorzitter van de Eurogroep. En begin deze maand verscheen zijn boek De Eurocrisis, waarin hij een kijkje geeft achter de schermen tijdens die crisis. Ik heb het natuurlijk over Jeroen Dijsselbloem. Welkom ook. Dank je wel. Had je eigenlijk tijdens die crisis al het idee... dit moet ik goed bijhouden, want daar zit een boek in? Ja, er gebeuren wel zulke gekke dingen. Soms diep in de nacht, soms totaal onverwacht, zoveel gedoe. Dat ik dacht, hier zit wel een boek in, ja. Ja. Ja, dat heb ik al vrij vroeg bedacht. Ja, ja, dus vandaar dat je het ook allemaal goed gedocumenteerd had en... Ik heb eigenlijk heel weinig aantekeningen gemaakt, omdat ik gewoon de tijd er niet voor had. Weet je. Als je bezig bent om een brand te blussen, kun je niet ondertussen je memoires schrijven. Nee, nou, dat lijkt me ook een beetje ingewikkeld, ja. Maar ik merkte dat als je helemaal gaat schrijven, wat ik trouwens ontzettend leuk vond om te doen, dat je heel veel dingen komen terug. Ja. En dingen die je niet meer weet, ga je even checken en dan komt dat weer terug. En mensen weten nog een anekdote. Oh ja, en dus geleidelijk aan veel, en zo voelt het alles. Zich dan. Ja. Hey, en je schrijft in het boek dat je verantwoording wil afleggen over je pogingen om de eurozone uit de crisis te halen. Waarom wil je dat? Nou, het is vaak als je een crisis aan het bestrijden bent, maar vergelijken met die brandweer en die brand,
kun je niet ondertussen, terwijl je de brand aan het blussen bent, je communicatiebeleid op orde hebben en aan iedereen uitleggen waarom je het zo doet en waarom niet anders en hoe het zo is gekomen. Maar als het allemaal achter de rug is en als je bedenkt wat we allemaal gedaan hebben... Dan heb je die ruimte opeens. Ja, dan moet het toch echt wel even terug worden gekeken. Maar voor wie is het dan geschreven? Want het is best taaie en als ik het mag zeggen soms ook een beetje saaie kost. Ja, nou het is een mix tussen zeg maar inhoud en natuurlijk veel economie. Ja, het was een economische crisis. En ook wel het verhaal van hoe gaat dat eigenlijk in Brussel? Want dat is natuurlijk ook voor heel veel mensen echt ver van mijn bedshow. Ja. Dat laatste deel is natuurlijk toegankelijker en denk ik makkelijker te lezen. Zeker. Allerlei scènes en gedoe en zo. Ja. Maar het eerste deel hoort er ook bij. Weet je, het was ook de grootste financiële crisis, misschien wel aller tijden. Er is enorm veel belastinggeld tegenaan gegooid om banken te redden. Dus ja, ik vond het wel belangrijk om dat nog één keer wel goed op te schrijven. Is dat ook een beetje die verantwoording naar de belastingbetaler toe? Want het is toch ons belastinggeld waarmee jij dan de euro hebt gered? Ja, nee. Kijk, de meeste banken waren al gered voordat ik begon. Hè. Ja. Dat is zeg maar in 2008, 2019. Toen werden overal die banken gered. Maar in totaal in Europa is er voor 4 triljoen euro... Ja, je kunt het niet eens voorstellen, zoveel geld. Ik weet niet hoeveel nullen dat zijn. Nee, dat zijn er 9. Dus zeg maar 4.000 miljard aan garanties, leningen, kapitaal, allemaal in die bank gestopt. Heel veel daarvan is wel teruggekomen, maar lang niet alles. Dus er zijn nog meer nullen. Hè? Goed, maar ja, ik wil het nullen zijn. Wat we trouwens ook kunnen lezen is dat de premier, Mark Rutte, die was in eerste instantie niet zo enthousiast dat je dit boek ging schrijven. Waarom was dat? Nee, ik heb met Mark nooit gehad over het boek schrijven. Heb je dat gehoord? Nou, ik begreep dat hij in eerste instantie het niet zo'n goed idee vond. Of heb je dat in een interview gezegd dan? Nee, dat is ook niet waar hoor. Dat, was hij meteen enthousiast? Ik heb dat niet met hem besproken. Oh, niet? Nee, dat heb ik ook. Weet je, ik zit niet meer in zijn kabinet. Dus heb ik ook geen toestemming voor nodig. Nee, dat zal lekker worden. Nee, maar hij heeft het in ontvangst genomen. Dus ik geloof dat hij er best. En wist hij toen al wat erin stond? Zeker, hij heeft het natuurlijk een paar weken van tevoren gekregen. Okay. Hij had nog kunnen zeggen: nou, dit boek ga ik niet in ontvangst nemen. Nee, hij heeft het in ontvangst genomen. Dat vind ik ook ontzettend mooi dat hij dat gedaan heeft. Kijk, Rutte. Hij heeft natuurlijk heel veel kritiek gehad toen hij zei geen geld meer naar de Grieken. Ja. En vervolgens moest hij toch het derde programma voor Griekenland steunen. Je beschrijft ook dat het was bijna een kabinetscrisis. Omdat de VVD die vond het eigenlijk wel mooi geweest met die Grieken. De VVD was in rep en roer. En hij heeft echt op het punt gestaan nog, om... En de rest van de Kamer was ook al niet enthousiast. Hè? Want je schrijft, de PVV die stemde sowieso tegen. Want die waren al tegen Europa. Het CDA die was na de steun... pakketten van Jan Kees de Jager waren ze er wel klaar mee. Maar de VVD was coalitiepartner. VVD was dus cruciaal en een groot deel van die fractie was klaar met Griekenland. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Alleen je weet dat als je niet Griekenland verder zeg maar in het gareel houdt... en dus ook in zo'n programma houdt, dat de boel daar instort. Ja. En dan is het altijd de vraag, en we weten het gewoon niet... altijd de vraag, wat gebeurt er dan met de rest van Europa? Ja. Is er dan nog wel vertrouwen in andere landen? Is er nog vertrouwen in de euro zelf? Maar vertrouwen in Griekenland, je schrijft zelf... Italië en Griekenland hadden eigenlijk nooit toegelaten mogen worden tot de euro. Maar ja goed, dan gaan we nog verder terug in de tijd. Italië is tot daar aan toe, maar de Grieken hebben natuurlijk ook gewoon... verkeerde informatie gegeven, waarmee ze onder valse voorwendselen zijn toegetreden. Nou, de Griekse regering toen de tijd heeft gewoon de cijfers echt gemanipuleerd. Valse cijfers gepresenteerd over hoe ze er eigenlijk voor stonden. En ze zijn op basis daarvan toegelaten. Moet niet helemaal naïef zijn. Ik denk dat veel meer mensen toen de tijd ook al vermoeden... dit kan bijna niet kloppen. Zulke mooie rapportcijfers. Het is allemaal gebeurd. Dit was echt ver voor mijn tijd. Dat begrijp ik. En op het moment dat ik aantreed, moet je gewoon, dan ligt die troep daar, om het zo maar te zeggen. Ja. De rotzooi is er al en dan ga je gewoon opruimen. Je begint gewoon, wat doen we eerst, wat doen we daarna? Aanpakken. En zo is het gegaan. Nou ja, daar gaat ook een heel hoofdstuk over. Het langste hoofdstuk zelf gaat helemaal over Griekenland en wat daar dan allemaal gebeurt. Je komt in conflict met die flamboyante, hoe heet die, Varoufakis, zeg ik het goed? Ja, goed. De minister van Financiën van Griekenland. Hoe ging dat conflict? Nou kijk, hij is vooropgesteld. Hij is gelukkig maar 5 maanden minister geweest. Toen werd hij ontslagen. Ja. Maar in die 5 maanden kwam hij binnen met een air van... ik ga niet alleen het beleid in Griekenland veranderen, maar in heel Europa. Ja. Zo kwam ook in de eurogroep binnen, waar dus 19 ministers zitten. Met een air van, van nu af aan gaat het allemaal anders. Want zoals u weet, er zijn verkiezingen geweest in Griekenland.
Dus van begin af aan zeiden de andere ministers tegen hem, ja vriend, het zal wel. Ja. Maar wij hebben ook verkiezingen in ons land. De kiezers in Nederland denken er echt anders over. En de kiezers in Duitsland en de kiezers in Finland. En dus dat was van begin af aan een enorme clash. En in alle eerlijkheid, de Grieken hadden natuurlijk geen positie. Ze hadden geen geld, niemand wilde hun meer geld lenen. En enorme problemen. Dus zijn onderhandelingspositie, om het zo maar te zeggen, ja, die was natuurlijk flinterdun. Ja. En dan komt de minister van Estland, is het volgens mij, die komt ook nog uitleggen, ja, het is allemaal leuk en aardig met jou, maar bij mij thuis... Ja, kijk, de Griekse regering wilde natuurlijk de pensioenen weer enorm verhogen, het minimumloon moest omhoog, et cetera. Maar je moet je realiseren dat landen als Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije... Die zijn veel armer. Zijn allemaal eurolanden. Zijn armer dan Griekenland. Dat weten veel mensen niet, maar dit zijn armere landen. Ja. Die moesten dus ook geld je beschrijft lenen dat heel mooi, aan dat Griekenland. In Griekenland is het minimumloon 500 euro per maand. En de Grieken willen dat met 50 euro per maand verhogen. En dan zegt die minister van Estland, was het volgens mij, die zegt... bij ons is het 300 euro per maand en wij willen het met 25 euro per jaar verhogen en we moeten wel aan jouw lening mee betalen. Ja. Nee, dus dat waren hele scherpe conflicten. Voor de buitenwereld was vaak het idee, het is een conflict tussen Varoufakis en Dijsselbloem. Hè. Dat was natuurlijk ook het beeld. En dat was ten dele ook waar, maar in de eurogroep ging het er nog veel harder aan toe. En juist de ministers uit dit soort landen, die thuis gewoon helemaal niks hadden te makken, die gewoon de pensioentjes misschien nog wel moesten verlagen in die jaren, die moesten dan ook uitleggen, ja, we gaan weer geld lenen naar Griekenland. Dus dat kon alleen maar onder strikte voorwaarden. En daarom zijn we ook heel streng geweest voor ze. Jij hebt na 5 jaar ministerschap een boek geschreven. Hij heeft na 5 maanden heeft hij een boek geschreven. Kom jij nog in zijn boek voor? Zeker. niet heel positief, kan ik je verklappen. Maar het allergrappigste is dat hij beschrijft natuurlijk scènes waar ik gewoon bij ben geweest. En die beschrijft hij dan zo compleet anders. Ja. Het is bijna grappig. Zijn boek heet Adults in the Room, Volwassenen in de Kamer. En dat komt uit, Christine Lagarde zegt op een gegeven moment in de persconferentie... Van de IMF is het? Van het IMF. Ja. Zij was vaak bij dit soort onderhandelingen. En zij zei een keer na de persconferentie, we komen er alleen maar uit als iedereen zich gedraagt als een volwassene. Volwassenen. We hebben volwassenen nodig in the room. En hij schrijft serieus op dat dat een tik op de vingers was richting Duitsland. Nou, echt, Frits, ik zweer het je. Iedereen die daarbij was, wist dat dat een tik was op zijn vingers. Naar hem. Ja, natuurlijk. Ja, en zo zit dat hele boek vol. Wat doe je nu? Boeken schrijven. Ik schrijf columns in het Financieel Dagblad. Ja. Ik hou spreekbeurten en eigenlijk in heel Europa. En dat hou ik nog heel even vol. Ja, want je werd natuurlijk genoemd als vicevoorzitter van de Raad van State. Dat is Tom de Graaf geworden uiteindelijk. Ja. En er gaat ook het gerucht op het Binnenhof dat je in de running zou zijn als commissaris van de Koning voor Gelderland. Nou woon je in Gelderland, dus dat zou mooi uitkomen natuurlijk. Ja. Zou dat een mooie baan zijn? Ja, fantastisch. Nee. Geen mooie baan? Nee, ik ga daar niet op solliciteren. Oh. Maar eigenlijk over... Je hebt het ook nog niet gedaan? Nee, ik ga het ook niet doen. Kijk, ik krijg heel veel van dit soort vragen en eigenlijk heb ik natuurlijk geen zin om op elke baan te zeggen nee, dank u wel. En zeker niet publiekelijk. Nee, een keer moet je ja zeggen. Nou, voorlopig blijf ik nog nee zeggen. Ja. Totdat de baan voorbij komt. En want in je boek schrijf je toch ook een beetje negatief over die hele financiële wereld. Terwijl ik denk van, jij zou toch juist ideaal geschikt zijn. Je zit er vol in, je hebt er alle verstand van. En je hebt ook nog wel een mening erover. Dus waarom ga je nou niet juist daar werken? Nou, al is het maar omdat ik als minister ben ik verantwoordelijk geweest voor die financiële sector en alle wetgeving en toezicht daarop. En als je dan meteen overstapt naar zo'n bank, dan zullen mensen terecht zeggen van, ja, misschien meteen, was... Meteen, je bent alweer een tijdje... Ja, dus mijn eerste regel is afkoelen, zo noemen ze dat. Ja. Tenminste 2 jaar niet in de financiële sector werken. Maar in alle eerlijkheid, Frits, daar ligt mijn achterkant helemaal niet. Oké, dat dus is het meer. Dat zie ik niet gebeuren. Ja. Ik had eigenlijk nog wel een hele prangende vraag. Ja. Ik zit nu tegenover de oud-minister van Financiën. En die Griekenlandcrisis, je heeft er natuurlijk ook heel hard bij de Grieken ingehakt, hè? Ja. Was er nou nooit een moment dat je dacht van, misschien moeten we iets meer compassie hebben? Omdat het zo, toch voor de mensen zelf zo ingrijpend was. Zeker. Nee, maar die momenten zijn ook geweest. We hebben gesproken over pensioenmaatregelen. En die zijn natuurlijk gewoon voor mensen die afhankelijk zijn van een pensioen gewoon heel hard. Ja, die kunnen niet meer aan het werk, zeker niet in de crisistijd. Maar wat me het meeste boos maakt is toch de houding van Griekse politici. Hm. Voor de crisis al, toen ze er echt een puinhoop van hebben gemaakt. Hm.
Maar ook in de crisis, want bijvoorbeeld in 2014 ging het eigenlijk weer de goede kant op. Er was weer wat economische groei, er werd weer geïnvesteerd. Toen kwamen die radicale jongens van Syriza. Mm-hmm. En die bliezen alles weer op. En in 2015 stortte het weer in. Er moest er nog meer gebeuren om de zaken op orde te krijgen. Dan zeg je eigenlijk, compassie is leuk, maar niet onder die omstandigheden? Nee, maar we hebben echt wel rekening gehouden. Mm-hmm. Ook met bijvoorbeeld gepensioneerden, met sociale problematiek. Maar ja, als het tekort 15% is en de schuld inmiddels 170-180%... Houdt het op. Too much. Dan moet er worden ingegrepen. Nog even als oud-minister van Financiën. Jij hebt natuurlijk vorige week met Prinsjesdag... was de eerste in jaren begroting die niet van jouw hand was. Hoe vind je dat de nieuwe minister het heeft gedaan? Wopke. Ik ga me er niet over uitlaten. Oh, dat klinkt niet goed. Nee, dat bedoel ik neutraal. In de zin van, ik heb me altijd... Nou, maar als je het goed had gevonden, had je het wel gezegd. Toen ik in de politiek zat, altijd gestoord aan oud-politici... die dan in de talkshows commentaar leveren op hun opvolger. Nou, daar zit je dan. Dus dat ga ik niet doen. Ik wens Wopke Hoekstra veel succes. Het is, en dat heeft hij laatst zelf ook gezegd... moeilijker om minister van Financiën te zijn als het heel goed gaat. Omdat iedereen denkt dan dat alles kan. Ja. Meer geld voor dit, meer geld voor dat, salarissen omhoog. Dat blijkt ook wel, hè, de afgelopen week. Belastingen omlaag, alles moet weer kunnen. Ja. En zelfs in goede tijden kan dat niet, je zult moeten kiezen. Dus hij heeft het misschien, nou, ik wil niet overdrijven, maar hij heeft het ook moeilijk. Toch goed gezegd. Hij heeft het ook niet makkelijk. Ja, nee, zo is het. Martijn, we hebben het net over één boek. Jij schrijft maar liefst twee nieuwe boeken. Tenminste, allebei tegelijkertijd uitgebracht. Libanon 24/7 en Mijn moeder wil je graag ontmoeten. Die laatste titel, dat moeten we dan nog maar weer afwachten. Ja. Maar het klinkt misschien een beetje als een romannetje, maar dat is het helemaal niet. Nee. Want vertel maar even wat het is. Nou ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met reizen bij mij. Ja. He, dus sinds ik toen ik op de middelbare school zat al... Toen was de vraag, wil je mee naar Moskou? En ik was de eerste die zei, ik wil mee. En toen ik niet was uitgekozen om mee te gaan... want je moest bijzonder tekentalent hebben om mee te gaan naar Moskou. Was een uitwisseling met kinderen. Die ook konden tekenen. Toen was ik heel boos. Toen zei ik, ja, maar ik wil mee en ik heb een 8 en ik ga mee. En toen ben ik ook mee geweest naar Moskou. Ja. En dat heeft zoveel losgemaakt in mij... dat ik daarna altijd ben blijven reizen. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb zoveel verhalen meegemaakt... en ik ben schrijver... Laat ik ze opschrijven. Moskou staat erin. Zo begint het. Reykjavik. Reykjavik, ja. Ik ben ooit zelf één keer in Reykjavik geweest. Dat was tijdens Wie is de Mol. Maar schrijf je dan... van een deprimerende schoonheid. Ik ging naar Reykjavik omdat mijn toenmalige vriend daar moest repeteren. En ik had ja gezegd. En in het vliegtuig had ik zo'n spijt. Want het was december. En ik had al gekeken, van het zou er ongeveer zo'n beetje de hele dag nacht zijn, zeg maar. Ja. Dus, en het heet ook IJsland. Ik had er dus totaal geen zin in, dat beschrijf ik ook in dat verhaal. Ja. En ik kwam daar aan met tegenzin naar dat hotel, zo'n gezicht. Dus die vriend van mij die had het ook een beetje gehad terecht. En toen ontdekte ik eigenlijk, langzaam, dat duurde een dag, dat het een verschrikkelijk mooi land is. Ondanks dat je maar 4 uur, 5 uur licht had... Ja. In die 4, 5 uur was het adembenemend. En de mensen, dat maakte het ook, waren ook heel lief en heel aardig. Dus ik had vandaar die deprimerende schoonheid. Andere stad waar je over hebt is Beirut. Daar heb je veel mee, hè? Heel veel mee. Je hebt er ook gewoond. Een jaar gewoond zelfs. En je vergelijkt Beirut met Den Haag. Ja, dat is natuurlijk een hele, een hele bijzondere vergelijking. Ja. Vond ik ook wel. Nou, ik kwam na een jaar bij Beirut, kwam ik terug in Den Haag. En dat was in maart. En het eerste wat er gebeurt als je het station uitloopt... is die hele koude, harde wind, want het waait vaak hard in Den Haag... in je gezicht. Nou, dat had ik dus een jaar lang niet meegemaakt in het Midden-Oosten. Want het is daar sowieso niet koud en wind heel af en toe. Maar koude wind, dat heb je daar niet. Toen dacht ik, oh ja, we zijn weer in Den Haag. Ik bedoel, zo begon de thuiskomst in Den Haag. En dan ook... geen mensen op straat. Het was rond 1 uur of 10. Want het is 's avonds laat in delen van Den Haag. Vooral als je over de turfmarkt loopt, voor mensen die dat kennen, is vaak vrij leeg. En in Beirut is altijd alles vol. Vol met auto's, vol met mensen. Ja. En tot
heel laat in de nacht, tot 2 uur, 3 uur. 'S Nachts is het heel druk. Dus die tegenstelling kon eigenlijk niet groter zijn. Den Haag, Beirut. Dus ja. Ik dacht, nou, laat ik daar dan eens een mooi verhaal over schrijven, hoe die verschillen zijn, zeg maar. Ja, parallele werelden. Ja, nogal. Een andere die ik indrukwekkend vind, je bezoekt op een gegeven moment Oekraïne vlak na de ramp op de MH17. Ja. Waarom ga je op dat moment daar naartoe? Ik moet zeggen, moeilijk om in het vliegtuig te stappen. Want je weet wat er gebeurd is. Je denkt ook, rationeel gezien, kan er niet veel gebeuren. Zo vaak worden ze niet neer uit de lucht geschoten. Dat zal niet snel nog een keer. Maar toch is het niet een heel fijn gevoel. Ja. Maar het is wel dat kom je ook in het boek, want het boek zijn niet alleen leuke verhalen. Kom je vaker tegen. Ik ben een heel nieuwsgierig iemand. Ik was altijd journalist. En je wilt vaak zien, hoe is het echt ter plekke? Want je leest het in de krant, maar dat is anders dan dat je het ziet. Nou ja, dat heb je bijvoorbeeld ook in dat verhaal bij Rio de Janeiro. Maar Oekraïne was waarom op dat moment naar de Oekraïne? Ja, omdat ik het was in het nieuws. Ik wilde het zien. Ik wilde zien, hoe is het daar op dit moment? Zelf beleven. Zelf zien van hoe de mensen het daar hebben, hoe het er is. En het was daar, niet te veel verklappen uit het boek, maar het was heel anders dan ik had verwacht. Compleet anders. Ik had totale armoede verwacht. Door de corruptie, een stad die niet was onderhouden, de metro's niet goed. Maar alles was eigenlijk veel beter dan ik had... Dat valt een beetje reuze mee allemaal. Nou, Kiev was veel en veel beter dan ik had verwacht. Ja. Rio? Rio staat er ook in. Tuurlijk, je bent in Rio, je gaat naar Rio en dan krijg je altijd de waarschuwing van iedereen die daar is geweest. Hartstikke mooie stad, ga naar het strand, maar laat iemand bij de spullen blijven. Mm-hmm. En ga niet de sloppenwijken in. Wat doet Martijn van der Kooi? Ja, dat is die onbedwingbare dwang. Ik was zelfs daar met een Braziliaan die had gezegd van, ik ga niet met je mee. Dus ik heb mezelf ingeschreven voor zo'n tour. Dan word je met een geblindeerd busje opgehaald. Zodat de wijken waar je doorrijdt niet zien van, er gaan toeristen naar de sloppenwijk. Want anders word je misschien, als je onderweg bent, al overvallen door types. Ja. En dan kwamen we daaraan. In de sloppenwijk, maar een beetje hetzelfde verhaal als toen ik in Kiev aankwam. Ik had verwacht aan de voet van die sloppenwijken, Rochinha, de grootste van Brazilië, dat het daar pure armoede zou zijn. Maar het waren allemaal kleine winkeltjes, vrolijke mensen, aardige mensen. Ik spreek ook Portugees, dat helpt. Ja, dat helpt. En we gingen met een heel klein groepje mensen, namelijk 2 Schotten en ik en 2 gidsen, in gele hesjes. Want er was een afspraak gemaakt met de gangleaders dat wij niet zouden worden neergeschoten. Gele hesjes worden in principe niet neergeschoten. Vandaag dan. Vandaag inderdaad. Ja. Vandaag de gele, morgen de... Ja. En de fouten worden natuurlijk ook... Dus het is best wel heel spannend. Ja. Maar je ziet wel een wereld waar je altijd over leest, altijd over hoort, maar nooit met eigen ogen ziet. En dat is de reden dat ik dit soort dingen doe. Hebben jullie een favoriet land waar je graag naartoe gaat? Remco? Nou. Je hebt het nu over Brazilië, hè? Mm-hmm. Mijn zussen komen daar vandaan. Ik heb 2 geadopteerde zussen. En wij willen wel een keer ooit met z'n allen terug daarheen om te kijken hoe dat dan is. Maar ja, dat is ook de grap. Ze zijn nu 25 jaar in Nederland. En het schijnt een hele leuke tour te zijn. Ja. Maar ik verbaas me even over dat je dit zit te vertellen. Ja. Ze zouden daar gewoon komen te wonen. En jong sterven. Dat was gewoon 25 jaar geleden de prognose. Ja. Ja. Jeroen, heb jij een land waar je graag naartoe gaat? Griekenland? pas geweest en ik ga binnenkort weer. Maar als ik daar ben, dan moeten er wel 10 man beveiliging... Met hesjes. Met gele hesjes om me heen lopen, ja. Nee, ik ga zelf heel graag naar Engeland. Maar dat is een stuk minder spannend dan Libanon of Brazilië. Ik vind Engeland fantastisch. Ja. Maar Griekenland is voor jou toch, mag hopen, wel gewoon een normaal veilig land? Of ben je daar inderdaad, moet je daar inderdaad wel met... Nou, in Griekenland heb je echt hele radicale, enge clubjes. Een beetje terreurachtig. Die ook echt aanslagen plegen op Griekse politici. Die hebben ook bombrieven gestuurd aan mij, aan het IMF, aan de Duitse minister van Financiën. Die zijn gelukkig onderschept. Maar sommige zijn ook afgegaan in Parijs en in Athene. Diezelfde bombrieven. Dus ja, dat maakt het wel ingewikkeld om daar op vakantie te gaan. Ja. Voorlopig. Jij hebt zo'n bombrief ook gekregen, maar die is dus onderschept. Ja. Maar is het dan nu wel rustiger op dat vlak? Of zijn er nog steeds... Je moet misschien niet alleen naar dat land toe, maar je kan wel... Je hebt daar verder geen last meer van, mag toch hopen?
ik heb verder geen, ik hoef niet beveiligd te worden of zo. Nee, nee. Nee. Ik mag daar geen mededeling over doen, maar ik hoef niet beveiligd te worden. Oh ja, dan weet je zeker dat het is. Ja, ja, dus nou, niet alleen de Griekenland. Martijn, nog heel even over je andere boek, Lebanon 27. Je had een boek geschreven in het Nederlands al. Ja. Dat is vertaald, dat staat grotendeels hierin en je hebt het nog aangevuld. Ja, het is natuurlijk, kijk, die verhalen, de veranderen dingen. Mensen die ik in mijn boek beschrijf, die groeien. De hoofdpersoon moet niet te veel verklappen. Daar is heel veel mee gebeurd, dus dat heb ik geactualiseerd. En dit is bedoeld voor mensen die op dit moment naar Libanon willen reizen. Want er staan ook allemaal nieuwe tips in, nieuwe reistips. En een nieuwe introductie, want het land zelf verandert. En dat vind ik trouwens interessant dat we tegenover elkaar zitten. Want Griekenland en Libanon hebben ontzettend veel gemeen. Een chaotisch bestuur, corruptie op allerlei niveaus, een grote staatsschuld. Het is een land, maar het is tegelijkertijd een land wat waanzinnig is, net als Griekenland, om te bezoeken en om te eten. En maar je beschrijft ook dat bijna al je vrienden die je had toen je in Libanon woonde, wonen inmiddels elders. Wel veel, in Noorwegen, in Nederland, Duitsland. Ja. Die zijn dus allemaal weggetrokken. Voor jonge mensen, en dat is ook een parallel met Griekenland, is Libanon een heel moeilijk land om een toekomst op te bouwen, omdat het aantal banen is gering, werkloosheid is hoog onder jongeren. Je moet echt goede connecties hebben om op een positie te komen waar je geld kan verdienen. Dus voor veel mensen is het anders dan de toerist die erheen gaat, want het is nogmaals een mooi land om te bezoeken. Om naartoe te gaan. Is het een erg moeilijk leven om, om daar een toekomst op te bouwen. Nou, en degene die dat doen, die hebben aan jouw boek in ieder geval een houvast. Zeker. Een travel guide. Ook dit seizoen is hij weer terug, onze vlogger Tom. En als u zich afvraagt, Tom, wie was dat ook alweer? En is hij druk de laatste tijd? Nou, kijk even mee. Sorry, ik ben druk bezig met de voorbereiding voor het seizoen. Dus ik had nog geen filmpje, dus hier even wat oude beelden. Ja, die belasting. Ik ga zo meteen met je meedraaien. Ja, leuk. Ja, hoe moet ik gelijk vol inzetten? We beginnen met een beginner workout. Ja. Dus dit is voor het beginner level. En dan gaan we het opbouwen. Dan zeg ik, oké, dit is een gemiddeld level. En nu gaan we naar pro level. Dus je mag pro level wel proberen. Als je zegt, dit is toch te zwaar. Ga je gewoon terug naar het level daarvoor. Eerst met een nieuwe 6 bezig. En als je 6 weer aanslaat, dan gaan we er nog 6 maken. Maar hebben wij nou een scoop bij Omroep West? Ja. Echt waar? Ja. Maar moeten we ook niet een soort van nachtpremier misschien? Onder geen vorm. Onder geen vorm? Onder geen enkele vorm. Ik was niet van plan om bij een microseconde mijn taken en macht te gaan delen met iemand anders. Zo is het. Maar doen we dit. Lekker houden. Wat vond je het leukste vandaag? Natuurlijk vloggen met jou. Ja, zoals jullie zien ben ik druk bezig met research voor het volgende seizoen. Want het gaat nog niet altijd helemaal goed met de interviews. Eerste vlog in Den Haag? In Den Haag wel. En volgens mij moet je me een beetje hoger houden. Want ik ben iets langer dan jij. En dan komen we samen erop. Ja, nou is het goed. Ja. Bent u een kunstliefhebber? Ja, ik presenteer dus kunstliefhebber. Oh ja. Jan Versteeg. Je knipt nou wel mijn kuif eraf. Die kost 200 euro in de maand. Wauw. Kost jouw kuif 200 euro in de maand? Absoluut. Waar knipt die met wat goud? Wat voor knoppen doe je? Japanse scharen. Bent u zelf een grote kunstliefhebber? Ik ben kunsthistoricus. Echt waar? Ja. Man, wat slecht dat ik ben. Dat maakt niet uit, maar ja. Ja, dit is. Dit? They are van plastic. No joking. Ja, Frits, ik moet nog een aantal uurtjes voorbereiding in stoppen. Ik zie je gewoon volgende week. Terug naar de studio. Nou, die Tom, we zijn natuurlijk heel benieuwd wat hij de aankomende weken gaat doen. We gaan dat in de gaten houden. Remco, in 2016 besloot je alleen verder te gaan. Je richt je volledig op je eigen zangcarrière. We leven nu 2 jaar verder. Veel mensen zullen zeggen, waar was die al die tijd? Ja. Nou ja, van alles aan doen eigenlijk. 7 dagen in de week aan het werk, afgelopen 2 jaar, om door te kunnen in een volwassen leven als zanger. En ik heb ook een salon. LA The Voice stopte voor mij, daar koos ik zelf heel duidelijk voor. En ik hou er niet van op allerlei plekken te staan. Dus ik ben altijd heel bewust waar ik ga zingen en op wat voor soort avond ik wil staan. Ja. Dat betekent dat je niet altijd al het geld kan verdienen wat je wil, maar ik ben gewoon heel bewust bezig met een bepaald soort carrièreplanning.
Dus ik dacht, dan moet ik ook mijn oude baan. Ik ben ook pruikenmaker voor kankerpatiënten en voor theater. En ik heb een salon opgericht in die tijd. En daar ben ik gaan werken. Heel leuk, 2 dagen in de week. En daar mocht ik gelukkig alles mee verdienen wat ik in de maand nodig heb. Ja. En de rest van de week, 5 dagen, was ik bezig met mijn carrière als zanger. Ja, maar dat deed je niet alleen in Nederland. Ook niet, nee. Ik ben namelijk heel loyaal aan mensen als ik een afspraak maak met mensen. En ik had al 18 jaar... ik had al 18 jaar een wens om in Amerika te zingen. Want ik zag ooit zo'n hele grote glazen kerk in L.A. En dat was van Hour of Power. Ja. En dat vond ik te gek, die grootsheid daarvan. En altijd zat ik of in een musical of ik zat met L.A. The Voices. En ik dacht, ja, dat kan ik niet doen. Ik had al een aantal keer de aanbieding gekregen om daar te komen zingen. En dat had ik niet gedaan. En ik stopte eigenlijk met L.A. The Voices destijds, omdat ik dacht, ik moet ook dat kunnen doen. Dus ik moet zelf mijn agenda kunnen beheersen. Nou, dat is gaan borrelen bij me. En toen ben ik daarmee gestopt. En binnen een half jaar stond ik met een nieuw lied voor mij geschreven in L.A. in die uitzending. Dames en heren, kijkt u even mee naar de Hour of Power. Ja, de Hour of Power, dus precies wat je erbij voorstelt, hè? Ja. Gospel? Ja. Want je bent gek voor gospel, hè? Ja. Ja. Ik ben zelf ook gelovig, ook zo opgevoed. En dat ik ga nog steeds met enige regelmaat naar de kerk. Ja. Die kerk is 1 minuut bij mij. Die zijn helemaal blij als jij komt, want dan wordt er weer eens goed gezongen. Nou, het is altijd heel gezellig. Ja. En wanneer ik kan, ga ik daar naartoe. Ik vind dat heel fijn, daar heb ik mijn eigen rust bij. En ja, ik kan niet alleen gospel doen, want daar is Nederland te klein voor. In Amerika is dat heel groot. Mega populair. Ja. En bijna iedere Amerikaan zegt ook christelijk te zijn. Ja. Zo'n beetje. Ik weet niet wat niet daarvan... dat ze daarna handelen. Maar... Geen idee. Ja. Kan ik niet over oordelen. Ja. Maar dat is hier. Ja. Dat is hier minder populair. Ja. Ik hang dat wel aan en ik geniet daar heel erg van. Ja. Ja. En nu je eerste single. Ja. Solo. Ja. Maar dat is geen gospelnummer. Nee. Nee, want de pest is, gospel wordt niet in Nederland gedraaid op de radio. Ja. Dus ja, je moet iets doen om bij jou aan tafel te zitten, snap je? Nou, als je gospel... Ik bedoel, ik laat net gospel horen van je. Ja, oké, tuurlijk. Maar ik ben hier met een liedje wat radio draaibaar is, zoals dat dan een beetje heet. Je gaat het straks voor ons zingen? Ja. Alvast van tevoren. Wat is het voor nummer? Het is uptempo, sowieso. Ja. Het gaat natuurlijk over liefde. Ik hou heel erg van hem over de liefde te zingen. Zingen jullie ook graag over de liefde, Jeroen? Heel graag. Ja. Nee, absoluut. Ja? Doe je dat ook in het openbaar of beperk je dat tot de badkamer? Ja, ja, vanavond niet. Maar nee, altijd. Ja? Ja? Zing je wel eens, Martijn? Ik zing wel, maar iedereen rent weg. Dus. Ja, oh, ja, 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 ja. Is er muziek waar jullie van houden? Waar jullie, Ja, ik hou enorm van Arabische muziek onder andere. Arabische Muziek. Fairouz, prachtig. Ja. Prachtig. Ja. Hele andere toonladders. Ja, anders soort gospel. Ja. 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 Is het eigenlijk moeilijker, want je zegt net van ja, als je wil dat het gedraaid wordt op de radio, is het moeilijk om in Nederland een hit te scoren? Ja, als antwoord sowieso. De magische formule heb ik nog niet gevonden, maar dat heeft niemand gevonden hoor. En Nederland is echt een land die luistert graag naar dingen die ze kennen. Dus dat is best wel lastig soms om er dan tussen te komen. Als je als men gewend is aan Jan Smit, Gerard, weet je wat, wat allemaal prima is. Dus ik werk keihard eraan. Ja. Ja. Ja, maar goed, Remco is ook niet helemaal onbekend. Nee, niet helemaal onbekend. Maar goed, Marco Borsato is bekender dan ik natuurlijk. Ja, hij is ook iets ouder. Ja. Nee, maar weet je, ondertussen heb ik het ook gewoon heel leuk. En ik ben nu steeds dichter bij hetgeen wat ik echt zelf wil doen. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat ik het ook zelf leuk heb. Je gaat het straks hier live zingen, maar je hebt ook een clip gemaakt. Die clip heb je gemaakt op Scheveningen. Op Scheveningen. Wat heb je met Scheveningen? Ja, nou, het was zo mooi weer. En ik dacht, ik hou heel erg van mooi weer. Ik hou van Griekenland, Gran Canaria. Ik word... heel blij van vanavond. Ja. 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 Nou, we kijken. Ik word heel blij van als ik het vliegtuig uitstap in L.A. Ik ben daar een aantal keer geweest, ook voor werk.
En dan komt er een bepaald soort rust op me als ik die palmbomen zie en al die dingen. En Scheveningen is wat dat betreft een beetje dichtbij. En eind mei was het, want ik heb het eind mei opgenomen, was het fantastisch weer. Ja, toen al. Dus ik zette op mijn Facebook van jongens, morgen ga ik mijn clip opnemen. Wie doet er mee? Stonden de volgende dag, serieus, precies op tijd, niemand was te laat. 15 mensen achter me om gezellig mee te doen in de clip. Nou. Helemaal goed. Ja. Voordat je het gaat zingen, sluiten we af met de vraag. Dat doen we ook dit seizoen. Die vraag is voor iedereen hetzelfde. Is ook altijd hetzelfde aan het eind van de uitzending. Namelijk de vraag, wat staat er voor volgende week bij jullie in de agenda? Remco. Maandag zing ik bij de BUMA Awards. Maandagavond. Een grote... Heeft niks met Sybrand te maken. Nee. Dat is, Gala voor Nederlandse muziek. Ja. Dus daar mag ik zingen. En de volgende dag heb ik mijn... Eerste dag in mijn nieuwe salon, want die verhuis ik. Ben ik nu aan het verhuizen. Ik heb een nieuwe zaak geopend en dat is dinsdag mijn eerste dag. Nou, leuk. Ja. En ik zag, want op je website zag ik trouwens niet een speellijst of zoiets voor de aankomende week. Nee, dat komt nog. Die is nog niet af. Maar in ieder geval mijn twee grote dingen wat ik hier in de buurt doe, is twee kerstconcerten, 21, 22 december. In Rijswijk? In theaters in Rijswijk. Ja. Leuk. Helemaal leuk. Als jij vast wil gaan staan, dan ga ik dezelfde vraag aan Martijn stellen. Martijn, wat staat er voor aankomende week bij jou in de agenda? Maandag ga ik met mijn vader naar een film waar ik heel veel zin in heb. En dat is Fahrenheit 11/9 van Michael Moore. Michael dus daar ben ik zo benieuwd naar hoe hij Donald Trump daar neer gaat zetten. Dus ik heb er nu Amerikaanse, al zin in eigenlijk. De films van Michael Moore zijn sowieso fantastisch. Ja, dus, precies. Nou, heel goed. Zin in. Jeroen, wat staat er bij jou op de agenda? Ik ga volgende week een paar bijeenkomsten doen om aandacht te krijgen voor Fix. Fix is een app waarmee mensen met schulden worden geholpen. En wij houden een aantal bijeenkomsten in het land om ondernemers daarbij te betrekken. Omdat ook heel veel werkende mensen, die dus gewoon werken voor een baas, eigenlijk in de schulden zitten. Fix, zo heet de app. F-I-X. F-I-K-K-S. Kijk, is toch goed dat ik het vraag? Heel goed. Ja. En ik ga dit weekend naar de verjaardag van Erika Terpstra. En ik ga naar Twente voor een vergadering van het bestuur van het Twentebal. Jawel. Volgende week dan ben ik weer hier. Dan bij mij aan tafel pianist en dirigent Raymond Jansen. Over onder andere het Star Wars concert in het World Forum. MMA-kampioen Gegard Mousasi. Hij verdedigt dit weekend zijn titel in Amerika. Kijken of hij dan nog wereldkampioen is. En actrice Liz Snoijink. Zij speelt in het komische toneelstuk Kunst en Kitsch. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons de hele week volgen op Facebook, op Twitter, op Instagram en op YouTube. En voordat we afsluiten... Eerst het nummer van Remco Harms, zijn eerste single, Eén Zijn. Ik ben mezelf, ben jij, ik ben...
Je was het stukje dat steeds ontbrak. Want met jou kan ik altijd samen één zijn. Weg uit de eenzaamheid. Het gevoel dat er iemand op je wacht. Één zijn, het liefst voor de eeuwigheid. Had iemand